De forse devaluatie van de Surinaamse dollar vormt een enorme uitdaging voor alle banken in Suriname. Zo ook de Finabank. Dankzij goed bestuur is het de bank gelukt zich staande te houden in deze moeilijke periode. Dit gaf Blaine Franchi, algemeen directeur van de Finabank, woensdag aan tijdens de CEO-talk van de Vereniging van Economisten in Suriname. Door de forse devaluatie van de afgelopen 2 jaren zag de bank haar solvabiliteit flink afnemen. Volgens Franchi hebben klanten steeds meer moeite om hun leningen af te lossen. Daarom is communicatie met hen dan ook zeer belangrijk. Verder gaf het al aan dat we op dit moment wel gewoon sterk zijn qua solvabiliteit. Per leden 12%. Maar als serieus te nemen bank kan je niet aan 12% voldoen. Zeker niet in een volatiele omgeving als Suriname. Waarbij 1 SRD koersstijging ervoor zorgt dat je solvabiliteit weer omlaag gaat. Dus ook kapitaalplanning is een issue. Waaraan we denken, hoe zorg je ervoor dat je solvabiliteit omhoog gaat? En hoe zorg je ervoor dat je die schokken die in die samenleving, die in de economie plaatsvinden en waarop je totaal geen effect hebt, dat je die wel kan opvangen? En tenslotte, correspondent relaties. Heel, heel groot vraagstuk, niet alleen voor Surinaamse banken, maar voor heel veel Caribische banken. Er zijn landen in het Caribisch gebied die totaal geen correspondent relatie hebben. Geïnviseerd, dus dat je totaal geen overmaking meer kan doen, dat je totaal geen kapitaal meer in het buitenland hebt. En eigenlijk dat je verworden bent tot een dorpsbank. En dat geeft heel veel bankiers hier in Suriname, maar ook in het Caribisch gebied, slapeloze nachten. Franchi zegt verder dat de bank ook internationaal wil groeien. Maar andere uitdagingen, zoals de verscherpte regels voor het internationaal zaken doen, maken dat dit voornemen niet makkelijk kan worden uitgevoerd. Als land bepaal je absoluut niets meer over je bankaire sector. Het is internationaal, worden de regels vastgesteld. En aan die internationale regels ga je je moeten vasthouden. Wij bijvoorbeeld moeten ons niet vasthouden, niet alleen houden aan de compliance richtlijnen van Suriname, maar wij houden rekening met de compliance richtlijnen van onze correspondentbanken. Woolsburg questionnaire bijvoorbeeld. Dat is iets dat je elk half jaar moet doorlezen. Wat zijn de nieuwe updates? In Amerika met name worden er heel veel wetten aangenomen op het gebied van anti-money laundering, counter-finance terrorism. En met die zaken moet je dealen. En het wordt alleen moeilijker voor ons als kleine bank in een land als Suriname, in een regio als de Caribbean, om te surviven. Verder zien we dat cybersecurity een grote issue wordt. Banken zijn IT-fabrieken aan het worden. En als IT-fabriek ben je nog kwetsbaarder in deze periode, want waar je vijand vroeger aanzag, een rover kwam vroeger met een wapen naar binnen. En nu komt de rover via het netwerk naar binnen. Blaine Franchi, directeur van Finabank. Hij was woensdag de inleider tijdens de CEO-talk van de Vereniging van Economisten, VES, in de Krasnapolski Ballroom.